dennenboom, oh dennenboom, wat zijn je takken wonderschoon. All I want for Christmas is you. Welkom bij Vlogmas met Huffelingers King & Bo. Met vandaag een Q&A. En eventjes vertellen hoe we deze Vlogmas gaan doen. Ja, wij gaan om de dag uploaden. Heel december. Heel december, dus jullie gaan helemaal worden ons moe. Ja, dat denk ik ook. Dus vandaag is het dan 1 december. Dan komt er dus 3 december een video, 5 december, etc. 7, verder. Het waren misschien een beetje heftige kerstweren voor 1 december, maar wij voelen ons hier goed bij. Ja, wij voelen ons hier goed bij. En we gaan nu eventjes de Q&A laten beginnen. Wat doen jullie eigenlijk met mami? Niks. Mami wordt gepoetst en gevlochten. Mami heeft pensioen. Ze krijgt appeltjes en daar is ze blijst onder. Als ze iets moet doen, dan wordt ze weer chagrijnige oma. Dus dat is wat mami moet doen. Ja, ze hoeft lekker niks te doen. Zij is lekker met pensioen. Gaan jullie video's maken over het beleren van Sint? Nou, het is dus Xanto of Nico, maar Sinterklaas noemen we hem alleen als bijnaam. Ja. Ja, we willen eigenlijk er een hele serie over maken over hoe je met een jong paar begint. En uiteindelijk gaat inrijden en... ja, gewoon het hele proces, zeg maar. Ja. Dus die komen eraan zodra dat hij naar huis komt. Maar wanneer dat is, dat is nog niet helemaal zeker. Wanneer is Bo jarig? 23 maart is Bo jarig. 23 maart is Bo jarig. Hoe lang zijn Bo's manen? Ik denk dat ze nu iets boven zijn schouders zullen zijn als ze los zijn. Maar zullen we binnenkort in de vlog eventjes een updateje doen over zijn... hoe lang het inmiddels weer is geworden. In vlogmijn. Wat zijn jullie van elkaar? Achternichtjes. Zussen. Nee, niet weer. Iedereen denkt dat we zussen zijn, maar we zijn achternichtjes. Ja. Dus we zijn echt achternichtjes, ja. Wanneer gaat Remo weer springen en waarom springt Jamie nooit? Nou, je mag heel even terugkijken naar de reden waarom ik dus nooit meer spring. Dan moet je even... ja, Reem zet hem even in het i'tje en dan kijk je die en dan misschien dat je daaruit op kunt maken dat ik gewoon nooit meer ga springen. En wanneer ga jij weer springen? Zeg maar. Ja, dat moet je zelf weten. Jouw feest, niet over mij. Binnenkort. Misschien tijdens Vlogmas, wie weet. Wat is de schoftehoogte van Bo? Hij lijkt altijd zo groot, maar misschien is Jamie gewoon klein. We hebben hem vandaag toevallig gemeten en hij is 1,50. Hij is 1,50 en ik ben 1,60, dus we zijn alle twee. Ja, Bo is groot en ik ben klein. hoe lang doen jullie al met paarden en sinds wanneer met halflingers? Koning kwam bij mij toen hij 2 jaar was. Ik heb hem 8 jaar gehad. Volgens mij was je 17. Ik was 17, ja, 17 toen had ik Koning kocht. En daarvoor heb ik dus nog Prins van Monique gereden. Dat was ook een halflinger. Hoe lang ongeveer weet ik niet. Dus echt al vet lang. Zeker 10 jaar dat ik al halflingers heb en rij. Dus dat. En jij? Sinds ik bij jou kwam. Ja. Sinds je mijn moeder werd. Kind of. Of mijn zus. Of mijn achternicht. Zouden jullie een eigen stal willen hebben? Ja. Ja, dat is echt een big dream. Dat zijn plannen zelfs. Ja. Wij hebben overal plannen voor, maar goed, ja, deze plannen zijn leuk. Hoe gaat het? Prima. Van mij gaat ook goed. Kerstdrukte komt eraan. Oké, hebben jullie vriendjes en zo ja, hebben die ook wel eens op jullie paden gereden? Nee, ik heb geen vriend. Jij? Ik denk het niet. Dat weet je niet? Nee. Oh, moet je me iets vertellen? Nee. Nee? Nee. Oké, nee, we hebben dus geen vriendjes en dus die hebben we dus ook nooit op ons paden gereden. Niet? Nee. Tenzij jij mijn vriend wil zijn, dan heb je er ooit wel op gereden. Wat vinden jullie het leukste en het stomste op stal? Heb je even... Nee. Nou ja, zei. Het stomste op stal is... Ik vind altijd de kou in de winter zo'n ding. Ja, op stal is het wel echt koud. Gewoon, ja. Ja, maar gewoon algemeen. Als je dan in de winter naar je paard moet en zo stervenskoud. Ja, nee, dat voel ik niet zo. In de zomer maakt het me allemaal niet uit. Uitmest van de wei, uitmest van de stal maakt me nooit zoveel uit. Maar die kou in de winter. Oh.
Regen haat kijk nog wel binnen. Ja, regen in mijn binnenbak. Ja, hebt. Als je geen binnenbak hebt. Ja. En het leukste? Het leukste. Denk toch wel gewoon met je paarden bezig zijn. Ja, vind ik wel. Gewoon met je paard bezig zijn. Wanneer gaan jullie Xanto zadelmak maken? Als die 3 is. Ja, maar dan gaan we rustig gaan beginnen. Dus tegen de tijd dat die, ja, dat is niet te zeggen. 4,5 of zo, I don't know. Zoiets. Ligt eraan hoe die komt. Waarom moest King weg? Jongens, hij is niet verkomen of zo. Hij is ingeslapen. En dat was omdat hij ziek was. Dus als je die video terug wil kijken, dan moet je die even terugkijken. Want die, ja, die staat bovenaan, toch? En of Bo ook een veulen gaat krijgen. Nou, Bo heeft kinderen op de Ja, maar Bo is een ruin, jongens. Ja, maar hij heeft veulen. Maar ja, inmiddels... Ja, maar misschien dat ze bedoelen dat Bo een merrie is en dan een veulen uit Bo komt. Maar dat gaat niet gebeuren. Nee, maar dat misschien of ze denken dat Bo nog hengst is. Maar Bo is inmiddels een ruin. Ja. Oh, dat was ook gezellig. Faya! Hallo! Hey, wat kom jij doen dan bij ons? Kom maar! Yes! Hoi Faya, vind je het gek wat wij aan het doen zijn? Ja, wat is dat? Want dit is dus onze Roemeense hond, jongens. Zoals je ziet is ze een beetje bang. Ze vindt het een beetje spannend. Ja, ze vindt een beetje eng wat bieren Wat kom jij boven doen? Mag dat zoomen? Mag dat zoomen? Wat zien jullie in de toekomst? Nou, als het even kan, dan zie ik mezelf dus bij mijn paarden wonen en al mijn beesten bij elkaar op één plaats. Ja. En gewoon een eigen stal met heel veel, je hoeft niet eens heel veel grond. Maar gewoon alles bij elkaar. Dat is eigenlijk ja, wel alles bij elkaar echt is in de wel, toekomst. Ja. Gewoon en de geiten en de ponies en alle paarden. Gewoon allemaal op één locatie. Want ja. We staan nu op 3 locaties. Dat is echt niet te doen hoor, echt niet. In welk jaartal hebben jullie Bo gekocht? 2014 volgens mij. Nee, dat klopt niet, want hij is nu 5 jaar bij ons. Hij kwam toen hij 5 was, hij was 10 hè? 17, 18, 19. Dus dat was 5 jaar geleden, ja. Aankomend jaar, ja. Ja, 2014. Oké. Wat willen jullie vooral gaan doen met het nieuwe paard? We gaan beginnen met dressuren, we zien wel waar we... Want de basis moet er toch eerst goed in zitten voordat je er iets anders mee kunt. Dus ja, eigenlijk is het plan om gewoon in te rijden en dan te zien hoe we verder gaan. Ja. Wij zien niet zo van dat soort dingen voor te voorspellen. Ik zie altijd wel hoe dat soort dingen lopen. Ja. Want ik kan nu wel zeggen, ga van boven, als we het klaar zijn met dressuur, ga ik een springkanon van maken. Maar ja, we zien het wel. Ja. Misschien gaan we wel Western rijden. Misschien wel eventing. Who knows? Eventing, ben je ziek? Jij gaat dat wel doen. Of cross, weet ik veel wat je daarmee gaat doen. Maar... Oké, kon King los op het strand lopen? Koning is nooit op het strand geweest. Nee, toch? Koning is nooit op het strand geweest. Dus dat weten we niet. Maar we hebben, ik durf ook nooit zomaar mijn paarden los te laten, zeg maar. Mogen jullie wel bij Xanto in de wei om te knuffelen en borstelen? Ja, dat mag. Dat doen we ook regelmatig. Maar meer doen we dan nog niet mee. Nee. Dus echt alleen maar laten wennen en elkaar leren kennen. Want ja, het is natuurlijk wel nog een jong paard. Wat is een slechte eigenschap van Bo? Dat hij soms dan als hij iets eng vindt of hij is, zeg maar bijvoorbeeld met springen toen hij mij eraf gooide in die in-uitjes, dan ziet hij het niet en dan kun je hem ook niet meer op de wereld krijgen. Nee, hij is gewoon echt slecht voor zijn ogen. Het is gewoon error dan. In zijn hoofd krijg je dat gewoon niet verwerkt. En dan slaat hij gewoon tilt en dan kun je ook niet doordringen tot hij is hem. Zo sterk dan. Ja, hij doet dan gewoon de overlevingsinstinct gaat aan. Hij gaat gewoon rennen. Ja, hij gaat gewoon weg van alles op dat moment. Dus ja, dat vind ik eigenlijk wel een goeie. Ja, dat gaat wel steeds beter. Hij kan wel steeds beter spanning afvloeien. Maar in het begin was het echt heel erg. Dat je vond iets spannend en dan kreeg je moeder daar gewoon niet meer uit. Wanneer komt er meer info over die nieuwe halflinger van jullie? Daar staat al een tijdje een video van online. Maar volgens mij is die een beetje... Ja. Gemist, dus ik zal hem in het i'tje zetten. Ja, hierbovenin komt hij dan te staan. Wat missen jullie het meest van King? Ja, eigenlijk alles. Dat hele paard, want hij was het complete pakket. Ja, hij was all in one. Als je je dag niet had, was de beest altijd vrolijk. Die was altijd daar en weer op te vrolijken. Die had ook nooit, ja, die had bijna nooit slechte zin. Als hij slechte zin had altijd slechte zin, dat viel niet meer op. Die was altijd zo grumpy, krempa. Ja, dat deed hij wel. Als je hem aansingelde, zat hij altijd zo nieuws te kijken. Maar zo. Dat was gewoon koning. Ja, dat was gewoon echt zijn karakter. Dus ja, dat miste af en toe wel heel erg. Ja, dat gewoon niet... dat hij er was. Die was gek altijd. De beest was altijd blij als je er was.
soms had hij iets minder zin om te werken, maar dan kon je er even goed wat mee. Ja, die was nooit het complete krip. Nee, dat was hij niet. Nee, echt nooit. Hebben jullie altijd al een goede band gehad of kwam dat later pas? Was eigenlijk meteen gezellig, hè? In het begin zei nog niet zoveel. Nou, kijk. Hoe oud was ik toen ik bij jou kwam? Nog echt een ukkie. 13 of zo, 14? Ja. Toen had je een kort pittig kapsel. 13. En toen, we kennen elkaar wel, maar niet dit level. Nee. En toen, ja, was gewoon, normaal. Nu is iedere dag bij me. Ik bij jou of jij bij mij? Jij bij mij? Oh, ja. Ik kom altijd hierheen. Ben ik dan bij jou? Ja. Nou, dat was hem dit. Bedankt voor het kijken naar onze Q&A vlogmas video. En als jullie nog ideeën hebben voor andere vlogmas video's, heel even hieronder in de comments. Dan gaan we het meenemen in de video. En sowieso niet vergeten om deze video te liken als je dit leuk vond en te abonneren. Dus. En dan willen jullie bij deze dus nog een keer bedanken. Voor het kijken naar onze video en tot overmorgen. Yay! Doei! Doei! Ja, is toch best goed. Oh, man, oh man. Schuif eens erop. Je bent niet aan het leven in de wereld. Je kunt hier makkelijk zitten. Hoezo doe je het zo moeilijk? Kijk, als we de lichtbulb hier doen, dan is het weg. En als we hem hier doen, en ik moet scherper stellen. We hebben geen kersttrui aan. Wacht, kan geregeld worden. Hou! Wacht even. Oh, ik ben lijkbleek in het licht weer. Nog steeds naar de spreetuin. Nee, zonnestudio. Nee, die achtergrond is die tegen. Jamie, wat is dat allemaal film? Ja, I don't give a shit, dat weet je. Mama! Oh ja! Oké, okay, moet help je? Ja, ik ben je nooit raam gedaan. Oké. Okay. Hey, dat is ook fijn. Kom, dan ik alles onder. Doe maar, niet erbij alsjeblieft. Nou. All I want for